het doelbewust aandacht schenken aan de dingen waaraan we de meeste waarde hechten. Dat is het eerste stuk. Dus je gaat echt alleen maar kijken naar dingen die jou daadwerkelijk gelukkig maken. Ik ben me de laatste tijd dus steeds meer gaan verdiepen in het minimalisme, omdat ik echt denk dat het je gelukkiger maakt om spullen te hebben waar je echt van geniet. En om eigenlijk niet te veel spullen te hebben. Want hoe meer spullen, hoe meer je wordt afgeleid. Hoe meer rommel het creëert. Hoe meer je moet schoonmaken. Hoe meer eigenlijk aandacht het opvraagt. En dat is ook de andere helft van de definitie. En het verwijderen van alles wat daarvan afleidt. Dus ik kan je niet uitleggen hoe satisfying, hoe bevredigend het kan zijn om dingen weg te doen. In dit boek wordt verder ook heel goed uitgelegd over hoe het consumentisme tegenwoordig werkt. Het is echt niet normaal. Continu op tv, op wanneer je YouTube-filmpjes kijkt, als je de straat oploopt, een billboard ziet of een auto met reclame erop. Het zorgt er allemaal voor dat je meer gaat kopen of denkt dat je producten nodig hebt om gelukkig te zijn. Wat echt een grote leugen is. Want uiteindelijk spullen kunnen je tot zo'n bepaald niveau gelukkig maken. Net als geld, weet je wel. Tot op een zeker niveau word je er blij van. Je kan dingen kopen, je kan leuke dingen doen. Maar als je te veel krijgt, word je vaak er niet gelukkiger van. Wat we echt nodig hebben als wij mensen zijnde, is liefde. Deze maand ga ik een challenge doen. En dit gaat ervoor zorgen dat ik én minder spullen koop en meer spullen weg doe. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van deze challenge gaan vinden en of jullie mee gaan doen. Het zou super leuk zijn. Challenge nummer 1 van deze maand, van de maand september, is: ik ga proberen niks nieuws te kopen. En natuurlijk denk ik nu van, wow, maar what about food? You know, you need food. Ja, ik heb eten nodig. En ik ga dus wel gewoon eten kopen. Dingen die echt, echt nodig zijn. Zoals, weet ik veel, tandpasta of zo. Daar kan ik gewoon echt, echt niet zonder. Maar voor de rest, ik ga geen nieuwe kleren kopen. Geen sieraden, geen make-up. Geen interieurspulletjes voor in het huis. Geen nieuwe plantjes. Want uiteindelijk, dat heb je niet echt nodig. Tenminste, ik er nu niet. Ik heb genoeg make-up, ik heb genoeg van al die dingen. Ik kan prima een maand zonder iets te kopen. En hiermee wil ik dus geld besparen en me meer focussen op welke dingen leuk zijn om te doen. Of om te kijken naar spullen die ik al heb en die goed te gebruiken. Oké, challenge number 2 is: ik ga iedere dag iets wegdoen. Dit kan zijn een kledingstuk, een boek of het gaat echt om producten of om dingen die ik niet meer gebruik in de keuken bijvoorbeeld. En ik ga hopelijk op deze manier ervoor zorgen dat er minder troep in mijn huis komt. Dat ik me kan richten op de dingen die ik echt wil gebruiken en die mij echt gelukkig maken. En met wegdoen bedoel ik trouwens niet gewoon per se weggooien. Misschien wel als het echt gewoon niet meer te doneren valt. Maar ik ga het of verkopen of doneren, aan iemand weggeven. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het me gaat bevallen. En ik zal op mijn blog misschien nog wel wat meer vertellen over dit boek. Wat foto's plaatsen. En over, misschien willen jullie wel meer tips over minimalisme. En daar kan ik jullie over vertellen als jullie willen. En meer over mijn ervaringen vertellen. Dus laat me weten of je met de challenge mee gaat doen. Ik zou het echt super leuk vinden om deze journey samen met jullie te gaan beleven. Dus heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat jullie misschien wat nieuws van hebben geleerd. Meer bewust na gaan denken over wat je allemaal in je huis inhaalt. Of welke onnodige kleding je allemaal koopt. Want dat is natuurlijk ook best wel milieuvervuilend. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Heel erg bedankt voor het kijken. En doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!